Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb net Liam al naar het dreumesklasje gebracht. Ik moet nu heel eventjes tot 9:30 wachten. Of ja, 9:55, 9:50. En dan moet ik de kinderen klaarmaken. En dan gaan we even met Jordi naar de logopedie. En dan komen we weer thuis. En dan tegen 11:30 moeten we... Liam weer ophalen. Dus ja, al met al. Het is zo'n dag, een drukke dag. En als Liam weer thuis is, dan is het weer even rustig. Ja, dus dat gaan we doen. Wat een gedoe, wat een gezeik. Ik ben met Jordi naar logopedie geweest. Inmiddels zijn we alweer een 10 minuten kwartier thuis. Zijn luier verschoond en dan gaan we nu Liam ophalen. Sam ligt daar. We gaan nu lopen. Even een broodje. We zijn weer thuis met de Bambix-bende. En nu hoef ik vandaag niet meer weg. Want ik ga echt niet weg hoor. Echt niet meer. Oh, ik ben helemaal klaar mee. Maar goed. Liam is nog heel eventjes een beetje broodje aan het eten. En aan het drinken. Jordi heeft net zijn broodje op. Daar ga ik zo een fles melk voor maken. De fles van Sam heb ik al klaargezet. Wil je nog happen? Nee, wil je niet meer happen? Dan ga je zo je nest in, hè? Zo, de twee oudste van de Wambitje-bende die liggen in hun nest. Hè, even rust. Maar de jongste telg moet nog even een fles. Het... Je had het goed gedaan vandaag, hè? Ja. Dus die ga ik even fles geven. En dan hoop ik dat hij ook nog even gaat doen. Oké. Ik had wat voor die Gijs en Dakduif geregeld alweer. Want ja, je moet wel die dingen natuurlijk in huis hebben. En oh, wat zie ik eruit. Maar goed, hè, prima. Ik had iets voor Sam gedaan. En het is een trommel. Ja. Moet je kijken. Drum solo. Ik kan muziek maken. Nou, dat dus. Ik vond het wel grappig. Dus ja. Maar hij is tweetalig ook nog. English. He's also numbers. In English. Numbers. Ik wist niet dat dat ook nog was dat je in het Nederlands en in het Engels kon trommelen. Blijkbaar wel. Dus. Nou, er is iemand wakker. Ik heb hem net even naar beneden gehaald. En de rest van de grijze dakduif cadeautjes naar boven gedaan. Zodat hij ze niet ziet. Ja. Dus ja. Sammy is ook alweer wakker. Die zat me net ook echt aan te kijken. Van, mama, volgens mij ben je niet helemaal goed. Maar ja, hè. Dat kan. Had jij dorst? Mwah. Ja, Joef had een blafband aan. Want al die pakketjes. Ja. Hè? Dus nou mag die blafband weer af. Zo. Goed zo, Joef. Ja, het is klaar. Voordat er dadelijk gezegd wordt: ja, er zit stroom op die blafband. Dat is niet waar. Deze blafband maakt alleen geluid en geeft die vibreert. Net als een telefoon als je gebeld wordt. Dus als je... Hey. Nee. Dus als je geblaf wordt, dan hoor je dit. Dat. En als je blaft... Dan vibreert hij. Kijk, ik kan hem gewoon vasthouden. Woe!
Ik zal het even rustig laten horen wat er gebeurt. Dus er komt geen stroom op. Niet dat jullie dat dadelijk denken, want ik ga niet met stroom aan mijn hond zitten. Maar zij moet wel leren wanneer ze wel en wanneer ze niet mag blaffen. En ze mag gewoon hond zijn van mij en ze mag gewoon blaffen. Maar op sommige momenten, als ik zeg dat ze koest moet blijven, dan moet ze er eigenlijk gewoon koest houden. En dat is dan wat ze niet doet. Dus vandaar dat we een blafband hebben. We doen de hond geen pijn. En ze krijgt hem ook echt niet de hele tijd om. Het gaat er gewoon om dat ze hem om bepaalde redenen omkrijgt. Waaronder het overmatig blaffen af en toe. Ja, de stoel van Jordi wordt niet alleen meer door Jordi gebruikt, want iemand heeft hem ontdekt. Liam vindt hem ook geweldig. Vind je leuk? Kun je toch televisie kijken zo, hè? Dan vind je lekker zitten. Ja. Dus ja, zolang Jordi er niet in zit, mag je er van mij best in zitten, hoor. Het is toch een soort van acceptatie ook dat bepaalde hulpmiddelen hier gebruikt worden door zijn broer. En ja, dat hij in principe ook laat zien dadelijk aan Jordi dat je er ook zelf in kan klimmen. Dus vandaar dat ik daar niet veel over ga zeggen of doen. Ik heb liever dat hij het laat zien aan Jordi hoe het gebruikt moet worden. Dan dat hij iets doet wat niet de bedoeling is. Dus, maar hij doet best goed, moet ik zeggen. Daar ligt hij hoor, meneer Krent. Hij is lekker krentjes aan het eten. Lekker krentjes eten, Liam. Meneer Krent. Ja, is lekker? Hij wil ook geen broek aan, die heeft hij net weer uitgedaan. Dus, ja, oké, prima. Dan loop je zo rond, ook goed. Je bent toch thuis, dus tja. En daar ligt Sammy. We hebben het weer overwonnen. Yes. Ze liggen op bed. Ja, we hadden ook een Power Ranger, hè? Mm-hmm. Wie? Liam. Juist. Maar het heeft ons wel weer geholpen om ze snel in bad te krijgen. Ja, dat klopt. Ze moesten sowieso even de douche in. Maar ik was helemaal lol met hem aan het maken en lekker aan het speulen en aan het doen. En misschien is dat te veel geweest. Ja. Ja, hij heeft ook niet goed gekauwd. Nee, dat klopt. Dat zagen we ook toen hij overgaf. Maar hij heeft een paar keer flink gedaan, hè? Mm-hmm. En toen had ik hem boven in de douche. En toen keek hij me aan. Nou, toen zat mijn broek ook nog onder. Dus toen heb ik hem helemaal uitgekleed en mijn broek uitgedaan. Toen wilde hij ook nog in het badje. Maar ja, ik was die het spouwspul aan het opruimen. Natuurlijk nog kwaad op zijn moeder, omdat dat ging niet snel genoeg. Dus toen heb ik hem in zijn bad gezet. En dan toen hij uit bad was, heb ik gauw even de douche gepoetst. Toen hebben we Sam in bad gestopt. En toen Jordi, hè. Mm-hmm. Dus we hebben het weer overleefd. En nou ga ik mijn nagels doen. En ik ga mijn James Bond films afkijken. Ja, en ik ga ondertussen dingetjes kijken. Dus dat is onze avond. En morgen hebben we een fotoshoot voor Jordi. Ja, morgen hebben we een drukke dag. Hele drukke dag. We morgen een fotoshoot voor Jordi. De kindjes, Jordi en Sam gaan naar mijn ouders toe. En Liam die gaat naar oma Manuel en tante Bianca en Milo toe. En wij hebben 's avonds feest. Ja, van 6 tot 12. Juist. Dus, met QR. Met QR-code, dat klopt. Want het is personeelsfeest van Nielse Werk. Mama zei vanochtend, papa moet met Jordi op de foto. Mama, wat ben je aan het doen? Foto maken. Waarom? Papa moest toch? Ja, mama moest. Hey
Goed dat ze het niet van tevoren gezegd had. Nee, als het van tevoren gezegd had, had ik waarschijnlijk gezegd, nee, dat gaat niet horen. We hebben een foto gemaakt. Op het moment dat het blaadje uit is en ik heb die foto, laat ik de foto zien. Dat duurt nog heel even. Nu gaan we de kindjes zorgen dat ze zo naar bed gaan. En lekker gaan slapen. En dat kan ik de spullen pakken voor de kinderen. En dan gaan ze naar opa en oma toe en naar tante Bianca en oma Manuel. Ik heb niet veel gefilmd, maar dat komt omdat ik gewoon druk was met de kindjes klaarmaken en spullen pakken en alles. Dus ik heb daar niet veel van gefilmd. Ik ga me nou klaarmaken, douchen enzovoorts. En dan zo dadelijk, als ik klaar ben, dan film ik weer. Ik heb me zover in mijn roomopspak gehesen. Daar ga ik nog een jurkje aan doen en schoenen. Maar eerst maar eventjes make-up doen. Ik heb mijn kop net gestoten. Oh. Maar ja, kindjes hebben het goed bij opa en oma en ooms en tantes. Dus laten we maar eventjes mezelf vaccineren. We hebben gegeten, zoals jullie zagen. En nu ga ik aan de wijn. Oh, trouwens, ik heb dit aan. Met deze schoenen. Wat als ik ga met je? Je bent mijn oudersie. Ja, ik kan leven. Je komt voor mij, niet voor jou. Ik hou zo van jou. Een hele goede morgen, pandabeer is terug. Ik heb me wel al gedoucht en alles, maar dat is met make-up, hè. En we hebben net Liam opgehaald. Was je goed verwend, hè? Was helemaal verwend bij zijn oom en tante en Milo. En papa kreeg nog een eitje. Ja, en papa die heeft nog een gebakken ei van Bianca gehad. Ja. Allemaal verwend. Stelt je verwende nesten. En hij kreeg ook nog fruitje. En hij heeft van alles gehad van ze. Je bent heel goed verwend, hè? Ja. En je hebt ook nog gedoucht daar. Tante Bianca jou gedoucht. Dus, ja. Ja. Da. En hij is nou heel erg moe, dus ik ga zo zijn bedje in orde maken. Zodat hij even een broodje kan eten en dan kan hij lekker zijn bedje in. Moet ook gebeuren. En Jordi die is niet helemaal lekker. Die heeft last van verkoudheid. Dus, en die had een beetje verhoging. Dus mijn moeder die zorgt goed voor hem, hoor. Echt wel. Dus met Sam gaat het allemaal goed. Oh, trouwens, hoe is je kater? Oh, goed. Ja? Hij dacht dat hij vannacht ging spouwen. Ja, maar gelukkig niet. Inderdaad. Die steek wel. Oh. Hey, vriend. Je bent moe, hè? Ik ben onderweg naar de regio. Inmiddels ben ik aangekomen bij mijn volgende locatie.
Zo. Alweer naar huis. Ja. Dan gaan we naar mama toe, hè. En papa. We moeten die kant uit. Ja, kom maar. Gaan we naar de winkel, Lian? We hebben net gegeten. Jordi en Sam zijn weer thuis. En we zijn nu een toetje aan het eten. Kijken of dat ik het op film krijg. Moet je wel je mond dicht doen, hè? Nou, zoals jullie weten zijn de kindjes allemaal weer lekker thuis. Jordi is ziek. Jordi heeft koorts nu, toch? Ja. Ja. Dus Jordi gaat morgen ook niet naar school. Want ik ga hem zo niet naar school sturen. Hij voelt zich eigenlijk totaal niet lekker. Hij gaat zo dadelijk... heeft al paracetamol en alles nu gehad. En dan dadelijk heeft een t-shirtje aan. Luf smeren. En dan lekker petje in. Ja. Dat betekent ook dat als ik een kind ziek heb, dat ik... Ik doe vandaag, zeg maar, maandag doe ik uploaden. Want ik heb dadelijk nog de tijd om even gauw te editen. Maar dat betekent wel dat ik de rest van de week niet ga uploaden. Dus waarschijnlijk komt er vrijdag pas weer een vlog online. En dat ik ook deze ups en downs bij deze ga afsluiten. Want ik heb liever dat ik mama ben. En voor zieke kindjes kan zorgen. Want het gaat een lange avond worden. In ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende.